Lieve vrienden, familie en helpende handen. Een dankwoord voor jullie, want lokaal 39 is ook dankzij jullie lokaal 39 geworden. Voor mij is mijn droom uitgekomen. Een eigen lunchzaak waar ik al jaren van droom. Om dit te kunnen realiseren van heel veel tijd. Wij kijken heel veel. En het heeft eigenlijk heel lang op zich laten wachten. Door de zorg van mijn dochters. Gebrek aan een spaarpot. Lef en doorzettingsvermogen. In augustus zijn wij door de stad. Dankzij Edwin. Werd bekend dat Imagine, het vorige bedrijf hier, te huur kwam te staan. Zij stopte ermee. En heel impulsief, heb ik in mijn eentje trouwens, gereageerd. En ik heb een afspraak gemaakt met haar dat ik interesse had om dit bedrijf over te nemen. Na een tijd van echt moeizame onderhandelingen met haar, zijn we in oktober 3 weken met z'n tweeën naar Griekenland gegaan. Toen hebben we gedacht, laat maar. Dit gaat het gewoon niet worden. We gaan naar een ander bedrijf kijken. En ook een beetje om het los te laten. 3 dagen. Dat is een hele leuke avond. 3 dagen voordat wij naar huis gingen, kwam er een berichtje. Dat het pand voor ons bestemd zou zijn. En die avond hebben wij tijdens een niet te nassen pizza, enigszins emotioneel een feestje samen gevierd. Uiteindelijk zijn wij de eigenaar geworden. En hebben we tijdens de jaarwisseling, na de sleuteloverdracht in de troep hier, want het was een enorme troep, hebben we hier een oud en nieuw feestje gevierd. Met wat vrienden en het pand ontzettend ingewijd. Met een flinke kater zijn wij op 1 januari, enorme kater, aan de slag gegaan hier. 5 weken lang hebben we verbouwd, geschilderd, afgezien, keihard gewerkt om de eerste week van februari open te kunnen gaan. Het is gelukt, niet zonder bloed, zweet en tranen. Wat was het soms? Zo zwaar en vielen er dingen tegen. De dag dat we open zouden gaan, ben ik in de kelder gaan huilen op een stoeltje, want de koffiemaler stopte ermee. Toen heb ik geroepen, ik wil deze zaak helemaal niet. Zo is het echt gegaan. Enfin. Maar het is goed gekomen. Het tweede toilet, welke we nodig hadden voor een drank- en horecavergunning. Ik zeg... Proost! Wij doen dit samen en daarvoor wil ik jou bedanken, lieverd, want je bent. Ik heb de tekst gejat, de ballen in mijn soep. Muziek draaien en dat is het nummer heel trots van bloed, zweet en tranen, hazes. Dit café Bordeaux ook alweer.